Ja, zonder dat we het door hadden, werd er bij onze club ook gepest. Ik vind het verschrikkelijk als iemand blijft zitten met een probleem en het gevoel heeft nergens terecht te kunnen. Want dat betekent wel dat iemand misschien wel stopt met het sporten. Een aantal jaren geleden waren er toch wat incidenten. Er was wat gedoe met gedrag. En op dat moment is dat ook gewoon aangepakt door het bestuur en de betrokken personen. Maar daaruit bleek wel dat wat nou eigenlijk miste was een vertrouwenscontactpersoon. Een vertrouwenscontactpersoon die luistert in eerste instantie. En helpt dan de ander op weg waar ze hun probleem of hun klacht neer kunnen leggen. Ik gun het iedereen dat ze met plezier naar hun sport gaan. Zorg ook voor een sociaal veilige en fijne sportomgeving. En ga aan de slag met de 4 V's. Nederland Sport Veilig! Kijk voor meer info op nocnsf.nl/nederlandsportveilig.